Het is 10 jaar geleden dat een van de grootste criminelen ooit in Nederland, Stanley Hillis, werd geliquideerd. Zijn dood is nog altijd omgeven door raadsels, omdat hij op het moment onder zware observatie van de politie stond. En toch wist de schutter te ontkomen, waardoor een hardnekkig gerucht ontstond dat de overheid betrokken was bij zijn dood. En naast mij staat misdaadverslaggever John van Heuvel. John, alweer 10 jaar geleden, 2011 was het, je werd gebeld. Stanley Hillis, de oude, is gepakt. Ja. Nou, dat was al een apart telefoontje. Maar wat nog veel aparter was, is dat ik een paar weken na die liquidatie in mijn postvakje hier bij de Telegraaf een anonieme brief vond. Waarin eigenlijk werd gesuggereerd dat ik eens moest kijken naar een aanhangwagentje wat naast de auto van Stanley Hillis stond op het moment dat hij geliquideerd werd. En dat was een aanhangwagentje met de tekst Willemse betonboringen Zaandam. En daar zouden politiemensen in hebben gezeten. Dus toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar de herkomst van die informatie en of dat klopte. En dat bleek helemaal juist te zijn. Tijdens die liquidatie zaten in dat karretje 3 rechercheurs die eigenlijk met richtmicrofoons een ontmoeting die Hillis daar zou hebben met Donald Groen, een andere Amsterdamse bekende uit het milieu. En die wilden dat gesprek afluisteren, maar in plaats dat Donald Groen daar op kwam dagen. Brak de pleuris uit, grof gezegd. Ja, want hij heeft even. De Viseaustraat is een doodlopende straat achter het Amstelstation, even heel grofweg. Ja, ja. In Amsterdam-Oost. Daar had Hillis een afspraak in die Mitsubishi die we net zagen op dat beeld. Maar die straat die liep dood. Ja, die liep dood. Althans, die eindigde bij sportvelden. En die moordenaars of die schutters die komen eigenlijk aanrijden in een transporter. Die zien daar die auto van Hillis staan. En die stapt er eentje uit met een automatisch wapen. Die schiet op Hillis een kogelregen af. Vervolgens gaat de auto er vandoor, maar de verkeerde richting in. Dus die auto moest weer draaien. En dan stopt de auto opnieuw. Stapt de schutter weer uit. Lost nog een aantal schoten op Hillis. Nou, die is dan al lang natuurlijk vele malen getroffen en overleden. En dan gaan ze er vandoor. Maar dan gebeurt er nog iets bijzonders. Want inmiddels hebben die politiemensen in dat aanhangwagentje natuurlijk alarm geslagen. Die hebben in doodsnood plat op de grond van dat busje gelegen, op de vloer. Die dachten rustig afluisteroperatie. Ja, en de kogels vlogen daar natuurlijk om hun oren. En toen is een teamleider van dat observatieteam daar is achter die vluchtauto aangegaan. En die vluchtauto die reed richting de Bijlmer Baaiers en het honk van de Hells Angels die kant op, de Spakkelerweg. Tegelijkertijd was er ook nog een helikopter, een politieheli in de lucht, die ook nog eens die auto aan het volgen was. En dat gebeurde dus terwijl die teamleider achter die auto aanreed. En die had toen zoiets van, die helikopter volgt die auto verder wel, ik ga terug naar de Viseaustraat. Nou, het einde van het verhaal was dat ook de helikopter, want die zou te dicht bij Schiphol komen, die haakte af. Ja. De moordenaars konden zo ontkomen. Een hele bizarre situatie, en daardoor zijn ook heel veel complottheorieën ontstaan. Ja. Hoe kan het dat er iemand omgeven is door politie, wordt geliquideerd en ze pakken dan de schutter niet? Wat is jouw hypothese? Jij kent de politie. Nou, is het gewoon incompetentie geweest, ongelukje, hoe moeten we dat zien? Ja, ik heb daarna nog wel met politiemensen die daarbij betrokken waren daarover gesproken. Nou, het schaamrood stond ze op de kaken dat allemaal misging. En eigenlijk de belangrijkste verdediging van de politie toen en de weken daarna was, het was een op afluisteren gerichte operatie. Het was geen aanhoudings- of arrestatieactie of iets dergelijks. Het was een observatieactie, een afluisteractie. En zij konden niet heel snel de schakeling maken naar een arrestatie van een paar vuurwapengevaarlijke verdachten. Ja, ik heb het nooit begrepen dat iemand die notabene van een arrestatieteam afkomstig was, want dat was die onderzoeksleider, die had jaren bij een arrestatieteam gezeten, dat die achter die moordenaars aanreed en dat hij vervolgens de beslissing nam om te keren en terug te gaan naar die Viseaustraat, waar eigenlijk alles onder controle was. Ja. Er was al politie, geuniformeerde politie gewaarschuwd. Nou, dat dan ook zijn helikopter nog eens weer teruggaat naar de basis, heeft die auto kwijtraakt, dat was ook al heel apart. Dus het blijft een van de grootste mysteries eigenlijk in de Nederlandse politiehistorie. De liquidatie van Stanley Hillis en uiteindelijk de uitkomst. Stanley Hillis, geboren getogen Den Haag. Bekend geworden om een optreden in Sonja Barend, waar jij in het publiek zat, ooit. Ja. Dat is voor de jongeren onder ons, dat was een talkshow in de jaren 80. Ja, toen ik nog haar had. Toen jij nog haar had. Jij ook nog. Ja, ik ook nog. Zat je daar met je vrouw. Is daarna via de organisatie in Klaas Bruinsma heel groot geworden. Ja. Heel groot geworden. Hele grote jongen geworden. In de IRT-affaire dook zijn naam op als het middenkader van de Delta-organisatie. Een hele beruchte club die grote partijen cocaïne binnenhaalde en ook softdrugs.
Toen ontstond al een beetje het verhaal dat hij van twee walletjes vrat. Dus dat hij aan de ene kant in de criminele wereld een grote rol speelde, maar tegelijkertijd ook informant was voor politie en openbaar ministerie. Ja. Dat beeld is naderhand, ook na die liquidatie, ook nog wel steeds bij een aantal mensen een theorie geweest. Dus dat hij vermoord is, ja, omdat op een gegeven moment de onderwereld in de gaten kreeg dat hij van twee walletjes had. Dat is natuurlijk een soort doodzonde in de onderwereld. Dat het motief voor de liquidatie is geweest. Maar er spelen ook nog andere mogelijke motieven een rol. Er zouden conflicten zijn tussen Hillis en een aantal andere belangrijke Amsterdamse criminelen. Hij zou geld geript hebben, geld afgeperst ook hebben, dat niet willen terugbetalen. En dat zou hem dan fataal zijn geworden. Want als het om een mensenleven ging, dan was hij vrij makkelijk in, hè? Er gingen allerlei verhalen over hem, dat hij de beschikking had over een moordcommando. Dat hij echt heel snel liquidatie kon laten plegen. En eigenlijk ook in heel veel liquidatieonderzoek in die periode dook zijn naam op als vermeende opdrachtgever. Maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat er liep wel onderzoek naar hem. Maar het is nooit tot een grote veroordeling gekomen. Anders dan de veroordelingen in de jaren daarvoor, jaren 80, toen hij als overvaller eigenlijk furoren maakte. En in die periode ook wel regelmatig gearresteerd werd en weer ontsnapte, op spectaculaire wijze soms. Het was een beetje een rare tijd natuurlijk ook. Jij klom toen op als misdaadverslaggever, omdat de politie bestond allemaal nog uit niet allemaal goed samenwerkende. Ja. En bij de een was die informant en bij de ander was die informant. Ja. Dus het was altijd ook wat schimmiger voor mijn idee. Nou, dat wreekte zich ook nadat Hillis werd geliquideerd. Want die afluisteroperatie, die werd eigenlijk gedaan door de Nationale Recherche. Dat was een club die georganiseerde misdaad bestreed. Maar het moordonderzoek moest vervolgens worden gedaan door de Amsterdamse recherche. Ja. Dus, en daar zag je al heel snel weer een competentiestrijd. De Amsterdamse recherche had het idee van we worden niet goed geïnformeerd of niet volledig geïnformeerd door die nationale recherche. Dus dat onderzoek tegen Hillis of tegen de moordenaars van Hillis kwam heel snel op de plank te liggen. Ja. Dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds een cold case. Het gekke is dat in het wereldje er altijd wel theorieën rondgaan van die zit erachter of die zit erachter. Ja. En om een of andere reden bij Hillis blijft het toch altijd wat vager om een of andere reden. Er zijn wel mensen die het moeten weten, maar die zwijgen. Nou, er zijn mensen die het zeker weten. En er worden ook man en paard genoemd. Alleen snap ik ook wel die mensen weer. Want degene die dan worden genoemd, die zijn ook niet voor de poes. Nee. En op het moment dat je iemand zonder harde bewijzen beschuldigt van opdrachtgeven tot dit soort moorden, ja, dan roep je ook veel onheil over jezelf af. Ja. Ik heb wel met mensen gesproken die mij hun theorie hebben ontvouwd. Ja. En waar ook zeker wel een bepaalde kern van waarheid in zit. Maar of uiteindelijk de echte waarheid in de zaak Hillis ooit nog boven water komt, ik hoop het wel eerlijk gezegd. Het is een van de grote mysteries die ik graag opgelost zou zien. Ik denk met bij vele anderen. Maar tot op heden is dat toch niet het geval. Nee, 10 jaar is best lang. John van Heuvel, dankjewel voor jouw commentaar.